Welkom. Zoals Len al zei, mijn naam is Sylvia Dominguez Martinez en ik ben de opleidingsdirecteur van de Bachelor Economics en Business Economics. En ik ga jullie vandaag een overzicht geven van de opleiding. Ik ga jullie proberen te overtuigen waarom je Economics en Business Economics moet gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. En ik doe dit natuurlijk niet alleen. Jullie hebben al kennis gemaakt met Len, maar we hebben ook ervaringen van studenten. Uiteindelijk hebben zij ook dezelfde keuze moeten maken een paar jaar terug. Dus ik denk dat het gewoon heel erg waardevol is voor jullie dat zij hun ervaring en hun denkwijze delen over waarom zij uiteindelijk voor deze studie hebben gekozen. De studenten die mij vandaag gaan helpen zijn Sara. Hallo. En Jurgen. Jurgen, sorry. Hallo. Nou, dan gaan we nu van start met de opleiding. Hoe ziet die eruit? Nou, het is gewoon standaard bachelorprogramma. Dus dat is 3 jaar, 6 semesters. En wat je kunt zien hier is hoe de structuur eruit ziet. Wat je kunt zien is dat de eerste 3 semesters zijn voor iedereen hetzelfde. En daarna kies je de major economics of de major business economics. Een voordeel van deze structuur is dat je de keuze tussen economics en business economics kunt uitstellen tot het einde van het eerste semester van jaar 2. Dit betekent dat je gedurende 3 semesters verschillende vakken kunt volgen op het gebied van economie en van bedrijfseconomie en kunt uitvinden wat precies je interesses zijn. Dus je kiest pas voor economie of bedrijfseconomie aan het einde van semester 1 van jaar 2. Een ander voordeel van een brede basis is dat als je straks het bedrijfsleven ingaat, heb je waarschijnlijk collega's van verschillende achtergronden. Het is daarom erg relevant dat je goed met deze collega's kunt overleggen en dat je elkaar begrijpt. En die brede basis zal daar ook bij helpen, omdat je verschillende aspecten van economie en bedrijfseconomie hebt gezien, ongeacht de major die je kiest. Maar wat Het eerste jaar, dat is degene die misschien het relevantste is, dit is hoe het eruit ziet. En bij de Universiteit van Amsterdam hebben we elke semester is opgedeeld in 3 perioden. En wat je kunt zien hier, de eerste en de tweede periode, dat zijn periodes van 8 weken. En de derde periode is een periode van 4 weken. In de lange blokken, de periodes van 8 weken, krijg je vakken in economie. Dat zijn microeconomics en macroeconomics. Je krijgt vakken in bedrijfseconomie. Dat zijn financial accounting, finance en economics of markets and organizations. En je krijgt vakken die je kwantitatieve en analytische vaardigheden testen of ondersteunen. Dat is mathematics en statistics. Daarnaast in de korte blokken, daar hebben we projectvakken. In die projectvakken, in het eerste semester, ligt de basis of de focus op het academisch schrijven. En in het tweede semester ligt de focus op onderzoeksvaardigheden. Nou, waarschijnlijk hebben jullie meerdere opleidingen in economie en bedrijfseconomie de voorlichting van gevolgd of gaan jullie dit nog doen? En wat je zult zien is dat er niet zo hele grote verschillen zijn in termen van welke vakken er worden aangeboden. Elke economieopleiding moet iets van micro en macro aanbieden. Elke economieopleiding moet iets van bedrijfseconomische vakken aanbieden. En bij elke economie- of bedrijfseconomieopleiding krijg je wiskunde en statistiek. Dus waar onderscheiden we ons van de andere opleidingen? Of hoe onderscheiden wij ons van andere opleidingen? Nou, wij hebben in periode 1. Semester 1 hebben we het vak Principles of Economics and Business. En dat vak, dat is een vak waarbij je belangrijke concepten van economie en bedrijfseconomie onderwezen krijgt. Het is ook het eerste vak waar je gastcolleges krijgt. Dus mensen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven of in de wetenschap. En die expert zijn op het gebied van de onderwerpen die worden onderwezen. En daarnaast schrijf je essays. Dus het is de eerste stap waarbij je te maken krijgt met academisch denken en academisch schrijven. Daarna in jaar 2
zoals ik al eerder had gezegd, het eerste semester is nog steeds voor iedereen gelijk. En dan aan het einde van het eerste semester kies je de major economics of de major business economics. Als je de major economics kiest, dan krijg je enkele vakken meer. Dus een geavanceerde vakken in micro en macro. En je krijgt ook geavanceerde wiskunde. Als je business economics kiest, dan krijg je geavanceerde vakken in bedrijfseconomie. En ook in dit jaar heb je periode 3. Daar krijg je weer een vak waar je onderzoeksvaardigheden getraind worden. En dan jaar 3. Het jaar waarbij je eigenlijk best wel veel keuzevrijheid hebt. Dus het volledige eerste semester kun je zelf invullen. Je kunt kiezen om een stage te gaan doen. Dan ga je je theoretische kennis die je in de afgelopen jaren hebt opgedaan toepassen om een bedrijfsprobleem op te lossen. Je kunt besluiten om naar het buitenland te gaan en daar een semester in het buitenland te studeren. Op het ogenblik is naar het buitenland gaan een beetje lastig en beperkt. Maar we hopen dat zodra jullie in het derde jaar zijn, die beperkingen zijn verdwenen en dat het gewoon een echte mogelijkheid weer blijkt te zijn. Wat betekent dus dit? Nou, de Universiteit van Amsterdam heeft heel veel partneruniversiteiten overal ter wereld. En je kunt dan naar zo'n partneruniversiteit gaan en daar vakken volgen in plaats van dat je ze hier in Amsterdam volgt. Dit geeft je de mogelijkheid om een nieuw onderwijssysteem te ondervinden, maar ook om een nieuwe cultuur te leren kennen. En dan de laatste optie die je hebt is dat je een minor kunt volgen. Nou, een minor is een gestructureerd programma van een semester. Nou, dat betekent dat je dus binnen dat semester allerlei vakken rond één thema volgt. En we hebben een groot aanbod aan minoren. Die worden aangeboden bij de Universiteit van Amsterdam, maar ook bij andere universiteiten. En het idee is dat sommige studenten echt kiezen om heel dicht bij economie te blijven. En die doen dan een minor in bijvoorbeeld sustainability en economics. Maar andere studenten, die hebben hele brede interesses en die gebruiken de minorruimte om een ander deel van de interesses te volgen. En die volgen bijvoorbeeld een minor in kunstgeschiedenis. Nou, wat belangrijk is dat eigenlijk dat derde jaar in het teken staat van je eigen interesses volgen. Dus je kunt zelf je jaar of je eerste semester ontwerpen. En daarna in het tweede semester, daar volg je een specialisatie. En dat is eigenlijk gewoon afhankelijk van de major die je hebt gekozen en de specialisatie. En daar volg je vakken gerelateerd aan je specialisatie. En laat me even iets vertellen over de majoren en wat dat precies betekent. Nou, als we binnen de major economics gaat het over het verdelen van schaarse middelen. Het gaat om economische beslissingen van individuen en van landen en ook over de implicaties van economisch beleid. Globaal hebben we binnen economie twee richtingen, dat is micro-economie en macro-economie. En laat me een voorbeeld geven om toe te lichten wat je je moet voorstellen. En ik heb als voorbeeld Brexit. Dus sinds januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk definitief de EU verlaten. Nou ja, eigenlijk hebben ze het vorig jaar al verlaten. Maar vorig jaar hadden ze nog een overgangsperiode waarin het Verenigd Koninkrijk zich aan de regels van de EU moest blijven houden. Echter, aan het einde van dit jaar is die overgangsperiode afgelopen en nu in januari 2021 hebben ze de EU verlaten. Nou, waarschijnlijk hebben jullie het nieuws wel een beetje gevolgd en hebben jullie gezien dat ze eigenlijk tot ver in december bezig waren met het overleggen over nieuwe handelsakkoorden. Nou, één groot voordeel van het Verenigd Koninkrijk in de EU was dat er vrije handel was tussen de lidstaten. Dat betekent dat of je nou iets in Nederland koopt of in het Verenigd Koninkrijk of in Frankrijk, dat je geen importtarief hoeft te betalen. Nou, nu dat het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer is van de EU, is dit een ander verhaal. Wat verandert er nu? Nou, stel dat je nu iets in het Verenigd Koninkrijk gaat kopen, dan kan dit betekenen dat je importtarieven moet betalen. Dit maakt het product duurder
En daardoor zul je misschien minder geneigd zijn om een product daar te kopen. Maar hetzelfde geldt voor Nederlandse bedrijven die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Voor inzittenden van het Verenigd Koninkrijk worden nu Nederlandse producten duurder. En sommige van die ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk zullen besluiten om dat product misschien niet meer te kopen. Dus die handelsakkoorden waar ze tot ver in december over aan het onderhandelen waren, zijn zeer belangrijk voor de verschillende landen. Maar vorig jaar was er een onderzoek en daaruit is gebleken dat zeker voor Nederland, die grote hoeveelheden exporteert naar het Verenigd Koninkrijk, die handelsakkoorden extra belangrijk waren. En laat me nu iets zeggen over bedrijfseconomie. Dus business economics gaat over de beslissingen van bedrijven. Denk daarbij aan beslissingen over investeringen, financiering, maar ook over het meten en rapporteren van informatie en hoe je een bedrijf moet organiseren en hoe je werknemers motiveert. Binnen de Mayo Business Economics hebben we 3 specialisaties: accounting and control, finance en organizational economics. En laat me nu weer even dat voorbeeld van Brexit gebruiken. Dus waarom is, als we vanuit het bedrijfseconomisch oogpunt naar Brexit kijken, welke vragen zijn we dan in geïnteresseerd? Als we vanuit een bedrijfseconomisch oogpunt ernaar kijken, dan denken we over beslissingen van bedrijven. Een belangrijke beslissing van een bedrijf is waar die zich gaat vestigen. Nou, een bedrijf kan ervoor kiezen om nu in de EU te vestigen, omdat zodra het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer is van de EU, misschien de handel met andere lidstaten lastiger wordt. Nou, vorig jaar heeft Sony aangekondigd dat het Europese hoofdkantoor naar Amsterdam verhuizen vanwege Brexit. Echter hebben we ook gezien dat sommige multinationals, bijvoorbeeld Unilever, hebben aangekondigd zich in het Verenigd Koninkrijk te vestigen. Nou, wat kan daar de reden van zijn? Nou, vanuit het bedrijfsoogpunt is het vestigen in Londen aantrekkelijk vanwege de kapitaalmarkten in Londen, die beter zijn dan de kapitaalmarkten in Amsterdam. Daarnaast is het ook aantrekkelijk om een notering te hebben op de beurs van Londen. Dus de afweging of de beslissing waar je je gaat vestigen als bedrijf kan beïnvloed worden door Brexit. En daar zijn verschillende afwegingen en bedrijven staan daar verschillend in. En dit is een belangrijke vraag binnen bedrijfseconomie. Nou, dan weten we nu iets over economie en bedrijfseconomie. Nou ja, bedrijfseconomie, en sommige van jullie zullen waarschijnlijk ook geïnteresseerd zijn in business administration. En vraagstukken die centraal staan bij business economics zijn eigenlijk heel erg gerelateerd aan vraagstukken die centraal staan bij business administration. Beide opleidingen zijn geïnteresseerd in vraagstukken binnen bedrijven. Nou, wat is dan het verschil tussen business administration en business economics? Nou, business administration is breder. Het is multidisciplinair. Het kijkt naar verschillende disciplines. En het focust meer op managementvraagstukken, leiderschap. En het is dus breder. Business economics is veel meer gericht op één discipline. En dat is economie. Dus je leert een economische toolbox. En die pas je toe op bedrijfsproblemen. Het is analytischer. En het focust veel op gewoon dingen die je echt kunt berekenen. Denk aan financiële aspecten. Dus het is veel minder breed. En het is veel meer gericht op analytische vaardigheden. Dus wiskunde is belangrijker bij bedrijfseconomie dan bij business administration. Uiteindelijk is het gewoon een kwestie van voorkeur. Beide studies kijken naar bedrijfsproblemen, maar de aanpak verschilt. Dus je krijgt gewoon een verschillende basis, terwijl je naar dezelfde soort problemen kijkt. Dus het is een kwestie van voorkeuren. En dan, wat ook belangrijk is natuurlijk, wat kun je na de studie doen? Onze bachelor, die geeft een goede basis in economie en bedrijfseconomie.
Onze studenten hebben zeer goede toekomstperspectieven. Nou, bedenk, elk groot bedrijf heeft een goede econoom nodig. Dus we hebben studenten overal. En het soort plekken waar onze studenten terechtkomen, ze zitten bij overheidsinstellingen, bij de banken of bij bedrijven. Sommige van onze studenten gaan de consultancy in. En dus adviserende banen. En sommigen beginnen hun eigen bedrijf. En een enkeling eindigt op de universiteit. Dus nogmaals, bedenk elk groot bedrijf, grote banken, overheidsinstellingen. En we hebben daar wel een alumni zitten. Nou, enkele organisaties waar we studenten hebben zitten. Dus bij de Nederlandse Bank, bij de grote banken, bij de ministeries, gemeenten, bij het Centraal Planbureau, bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, maar ook bij de consultische bedrijven. Denk aan PricewaterCooper, KPMG, Ernst & Young, Deloitte. Dus het is heel breed. Het is, ik kan ze niet allemaal benoemen hier, maar we hebben overal wel alumni zitten. De toekomstperspectieven zijn goed, want economen zijn gewoon belangrijk. En onze studenten vinden een goede baan na de studie. Ik moet wel even zeggen dat onze ervaring is dat het merendeel van onze studenten uiteindelijk eerst nog een master gaat doen. Daar zit wel een verschil in, dat we nu ook wel wat studenten zien die na hun bachelor al de arbeidsmarkt op gaan. Maar tot nu toe zien we nog wel dat eigenlijk 80% van onze studenten na de bachelor een masteropleiding gaat doen voordat ze de arbeidsmarkt opgaan. Oké, dat was het einde van mijn verhaal voor nu. Ik geef nu het woord terug aan Ellen en aan onze studenten. Dus dan, ik kom straks weer bij jullie terug. Nou, dankjewel voor deze uitleg. Ja, je staat nu op het punt om een studiekeuze te maken. En nou, wij dachten van, waarschijnlijk is het gewoon handig om studenten die keuze vrij recent nog hebben gemaakt, om eens te vragen hoe zij dat hebben aangepakt. En ik wil het eerst het woord geven aan Jurgen, die daar iets over gaat vertellen. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Jurgen. Ik ben een derdejaars student aan Business Economics aan de UvA. En ik wil jullie het een en ander vertellen aan waarom ik deze bachelor heb gekozen, hoe ik de UvA vind en zelf ook wat ik wil doen na mijn studie. Dus allereerst, hoe heb ik deze bachelor gekozen? Nou, ik zat in dezelfde fase als jullie. Ik ben naar heel veel open dagen gegaan. Ik had zelf NT als profiel en geen economie, waardoor ik eigenlijk heel veel kanten nog op kon. Dus zelfs deze studie, wat heel erg gefocust op economie, kon ik nog steeds doen. Uiteindelijk had ik gekozen voor econometrie. Was toch niet helemaal mijn studie, maar ik kwam er wel achter, economie vind ik heel leuk. Dus dat wilde ik gaan doen en dat heb ik dan hier zo aan de UvA gedaan. Nou, ik voelde me gelijk helemaal op mijn gemak in het eerste jaar al. Het hielp ook heel erg voor mij. Ik weet dat jullie dat, tenminste, ik hoop dat jullie dat ook kunnen doen, maar dat we naar allemaal gebouwen konden gaan, zoals de Lamar of het Concertgebouw of de Arena, dat je dan in een zaal een lecture kreeg, vond ik echt helemaal geweldig. Ik vond de campus heel fijn, lekker in het centrum van Amsterdam. Je bent klaar met je lessen, je kan gelijk de stad in, je kan wat drinken daar zo, je kan gewoon ja, naar een museum als je daar behoefte aan hebt na de les. Je kan echt van alles doen en ik vond het heel fijn om zo dicht in het centrum van de stad te zitten en alles nog te kunnen doen. Zelf wil ik na mijn bachelor wil ik nog een master doen. En na die master wil ik een eigen bedrijf, denk ik, gaan oprichten. En dan ja, kijken hoe dat gaat. Hopelijk wordt het natuurlijk succesvol, maar we gaan het zien. Anders kan ik altijd nog makkelijk een ander bedrijf in, want deze studie heeft een hele goede basis. Nou, dan wil ik verder het woord naar aan Sarah geven om haar verhaal te vertellen en haar ervaringen. En ja, ga je gang. Ja, dankjewel Jurgen. Nou, hallo allemaal, ik ben Sarah. En ik volg op dit moment de Master Economie aan de UvA. Maar daarvoor heb ik deze Bachelor Economics en Business Economics gedaan. De reden dat ik daar toen voor heb gekozen is omdat ik al wel langer geïnteresseerd was in economie. Ik volgde economie en bedrijfseconomie op de middelbare school. En dat vond ik toch wel de twee leukste vakken die ik had. Dus ik had al wel een beetje het idee van nou, een studie in de richting van economie zou wel heel leuk zijn. En toen kwamen er een grote groep studenten bij mij langs op school om iets te vertellen over hun opleiding.
En nou, daar waren dus ook studenten van deze bachelor bij. En wat zij vertelde sprak me eigenlijk meteen wel erg aan. Ik vond het onderwerp interessant. En ik vond het ook fijn dat het zo'n brede bachelor is. Vooral in het eerste jaar krijg je veel verschillende soorten vakken. En daarna kan je je steeds meer specialiseren, zoals Sylvia al vertelde. Dat vond ik zelf heel fijn, want ik wist wel dat ik economie leuk vond. Maar welke richting binnen de economie en bedrijfseconomie, dat wist ik nog echt niet. Dus dan is het natuurlijk wel fijn om zo'n brede basis te hebben van waaruit je nog veel verschillende kanten op kan. Dus na die eerste kennismaking met deze studie was ik eigenlijk meteen wel enthousiast. En ben ik ook naar de open dag gegaan. Want het kon toen nog naar de campus. En dat vond ik heel erg leuk. Ook de proefstudeerdag. Dus ja, en ik heb wel nog even verder gekeken naar andere studies. Maar ik kon niks vinden wat ik leuker vond. Dus toen was de keuze eigenlijk wel snel gemaakt. En begon ik hier dus aan de UvA. En dat was toch wel even iets heel anders dan de middelbare school. Ik denk dat het grootste verschil is hoe gewoon een normale studieweek eruit ziet. Op de middelbare school was ik gewend om toch al wat langere dagen te maken. En ik had veel verschillende soorten vakken. Lessen van 50 minuten. Ik denk dat jullie dat nou ja, ook wel bekend voorkomt natuurlijk. Maar ja, dan begin je hier aan de UvA, aan deze bachelor. En dan volg je meestal 2 of 3 vakken per periode. Dan rond je ze af en dan krijg je weer nieuwe vakken. Verder duren de colleges meestal 2 uur. Wel met een korte pauze ertussen, gelukkig. En het aantal studieuren is ook een stuk minder. Dat is gemiddeld 15 uur per week. En daarna wordt het eigenlijk alleen nog maar een stuk minder. Dus ja, dat betekent dat je daarnaast nog veel zelfstandig moet studeren. En ja, ik vond het eigenlijk wel heel fijn. Want buiten de vaste collegetijden om heb je natuurlijk wel veel vrijheid om zelf je tijd in te delen. En ja, dat is wel fijn. Ook als je er misschien nog dingen naast doet, zoals sport of een bijbaantje of zo. Ja, is dat wel prettig. Dus dat ging eigenlijk allemaal wel goed. En wat nog wel een groot verschil is, is dat deze opleiding in het Engels is. En mijn middelbare school was gewoon in het Nederlands. En aangezien dit de Nederlandstalige voorlichtingsronde is, neem ik aan dat jullie nu ook op een Nederlandse middelbare school zitten. Dus dan is dat natuurlijk ook wel een verandering als je dan in het Engels gaat studeren. Het is iets waar ik zelf wel erg tegenop zag. Want Engels was wel het vak waar ik het meeste moeite mee had. Maar ja, uiteindelijk heb ik er toch maar wel voor gekozen. Omdat ik ook van tevoren met een studieadviseur heb gesproken en met studenten. En zij stelden mij eigenlijk wel gerust en zeiden dat ik dat veel studenten er wel snel aan wennen. En ook tijdens de proefstudeerdag merkte ik wel dat ik het Engels eigenlijk prima kon verstaan. En ja, nu achteraf heb ik ook zeker geen spijt van deze keuze. Natuurlijk was het wennen in het begin, dat Engels. Ja, ik moest echt wel bepaalde begrippen even leren kennen. Ik heb in het begin ook wel vaak mijn woordenboeken bijgepakt. Maar die periode duurde niet lang. Ik was zelf eigenlijk ook al verbaasd hoe snel ik eraan gewend was. Dus ja, en wat mij daarbij wel geholpen heeft, is denk ik dat ik de werkcolleges nog wel in het Nederlands volgde in het eerste jaar. Daar kan je voor kiezen. Dus dat was wel fijn, want als ik dan iets toch niet helemaal goed begreep in het Engels tijdens het hoorcollege, dan kon ik het altijd nog even in het Nederlands vragen tijdens het werkcollege. Dus als je ook een beetje onzeker bent over je Engels, dan zou ik je wel aan kunnen raden om daar ook voor te kiezen. Maar het hoeft natuurlijk niet. Het is denk ik wel goed om te weten dat die keuze er in ieder geval is. En ja, dat waren een beetje mijn ervaringen met deze studie en waarom ik ervoor heb gekozen. En dan wil ik jullie verder nog heel veel succes wensen met het maken van deze moeilijke keuze. Ik denk zeker in deze tijd dat het wel lastig is zonder dat je echt hogeschool of universiteit kan bezoeken. Maar hopelijk helpt dit wel een beetje. Dus ja, veel succes. En dan geef ik nu het woord weer aan Alain.
Dankjewel, Sarah en Jurgen. Leuk, jullie hebben echt een verhalen die echt op elkaar aansluiten. En Jurgen die wil wellicht zijn eigen bedrijf beginnen. En Sarah vertelt iets over haar ervaring. Die als je gaat studeren, je toch even moet wennen. En dat hoort er gewoon bij. En in dit geval ook aan Engels. Ik zag ook dat er al een vraag was over Engels. En inderdaad, je kan in je eerste jaar in je werkgroepen kan je natuurlijk in je Nederlandse werkgroep komen. Ja, nu verder over de keuze maken. De volgende slide. Kijk, waarom zou je economie en bedrijfseconomie gaan studeren? Eens even kijken. Er gaat nu even iets mis, maar dat komt wel weer goed. Het is een uitdagend en interessant programma. Waarom is ons economisch programma zo uitdagend? Nou, omdat je een combinatie hebt van economische theorie. Je gebruikt wiskunde en statistiek als tools om de economie beter te leren begrijpen. En je kan binnen de economie heel veel kanten op. Dat is hartstikke leuk. En uitdagend. En ook de keuzevrijheid in je derde jaar. In het derde jaar kan je bijvoorbeeld een minor doen. Je kan stage gaan lopen. Nou, wat is een minor? Stage lopen, dat weten de meesten best wel. Maar minor is gewoon een vakkenpakket binnen een bepaalde binnen een bepaald onderwerp, wat je gewoon een half jaar gaat volgen. En niet een hele studie, maar gewoon een onderdeel van je major, wat je hoofdstudie is. Wat is ook de reden om je economie en bedrijfskunde aan de UvA te studeren, is dat we een uitstekende internationale reputatie hebben. We zijn een top 100 universiteit. Dat betekent ook dat we heel aantrekkelijk zijn, niet alleen voor de Nederlandse studenten, maar ook voor de niet-Nederlandse studenten. We hebben meer dan 90 nationaliteiten op de campus. En dat is groeiende. Dus dat is in ieder geval een heel groot voordeel als je dat interessant vindt. Dus als je het interessant vindt om niet alleen in de Nederlandse context te studeren, maar ook in een meer internationale context met mensen uit India, China, maar ook uit Roemenië, Italië, Frankrijk. Zeker als je internationale carrière ambieert, is dat natuurlijk leuk als je dat al tijdens je studie mee kan krijgen. Dus tot zover de waarom je economics en business aan de UvA zou kunnen studeren. Dan de volgende slide. Ja, even kijken. De vervolgstappen. Een van de dingen die handig zijn om te doen is de website verkennen. Ik heb even kijken. Ik heb in de chat nu ook een aantal handige websites gedeeld. Is handig misschien om ze even te kopiëren en te plakken, zodat je later eventjes terug kan kijken als je nog meer informatie wil zoeken. Je kunt online proefstuderen op dinsdag 9 april. Is er een online hoorcollege en 14 april een online werkcollege. En je kunt je aanmelden via StudieLink voor deze studie, maar doe dat voor 1 mei 2021. En dan wil ik nu het woord teruggeven aan Dr. Dominguez. Ik denk dat we naar de Q&A gaan, of niet? Ja, dat kan. Prima. Ja. We hebben nog één mooie slide. Volgens mij hier. Ja, ja, online education en social activities. Ja, we zitten natuurlijk al een tijdje met alleen maar online onderwijs. En we hebben heel veel dingen, nieuwe dingen ontwikkeld. Die gaan jullie ook krijgen als je bij ons komt studeren. En dat is natuurlijk fantastisch. We hopen natuurlijk zo snel mogelijk weer daar ook offline, gewoon op de campus onderwijs te kunnen geven. Maar
ja, er zijn heel veel nieuwe mogelijkheden bijgekomen. Dat wil ik ook nog even zeggen. En dan kunnen we nu inderdaad naar de Q&A toe. Een van de vragen die veel gesteld waren is, wiskunde A een voldoende basis voor deze studie? Ik denk, Sylvia, misschien kun je daar iets over zeggen. Ja, laat ik even beginnen en dan misschien willen de studenten mij nog wel aanvullen daarbij. Want zij hebben natuurlijk zelf deze studie ook gedaan en dan zij ervaren het misschien anders dan. Kijk, in principe is wiskunde B sluit beter aan bij wiskunde. Maar wiskunde A, dat sluit weer beter aan bij statistiek. Dus kijk, je zult waarschijnlijk bij wiskunde wel iets meer moeten investeren in het op peil komen. En mensen met de wiskunde B zullen daar gewoon wat meer voordelen in hebben. Ik denk zeker niet dat het onmogelijk is met wiskunde A om deze studie te doen. Dus je zult waarschijnlijk wel een voordeel hebben, dus inderdaad bij statistiek. Ik heb heel lang geleden ook zelf economie gestudeerd in Rotterdam. Ik had ook in mijn vakkenpakket wiskunde A, want dat scheen voldoende te zijn als je economie wilde gaan studeren. En het is uiteindelijk ook goed met mij gekomen. Het is uiteindelijk, wat belangrijker is, is dat je voldoende interesse hebt in wiskunde. En dat je bereid bent daar gewoon tijd in te steken. En misschien dat Sarah of Jurgen nog iets daaraan toe wil voegen. Want jullie hebben natuurlijk zelf ook wiskunde gedaan, Sarah. Ja, dat klopt. Ik had wiskunde A. En ik merkte inderdaad wel dat ik bij dat statistiek maar wel redelijk afging. Maar wiskunde vond ik wel moeilijk. Daar heb ik wel echt wel veel tijd in moeten steken. Maar uiteindelijk is dat ook wel goed gekomen. Nou, hartstikke mooi. Ja, er is al veel gezegd over het programma en ook wel iets over de vakken. Maar Jens wil toch echt wel iets meer weten over wat nou het verschil is of wat nou micro- en macro-economie is. Paula, zou jij die vraag willen beantwoorden? Je staat nog even en we horen je nog niet. Ja, heel goed. Heel lief dat je het woord aan mij geeft, maar omdat ik zelf geen econoom ben, heb ik toch liever dat Sylvia, denk ik, deze vraag beantwoordt. Ook al praat ik heel graag met de studenten, maar ik denk dat zij een beter antwoord kan geven. Oké. Sylvia, zou jij een antwoord kunnen geven? Nou, dat gaan we bekijken of ik dat kan, of ik Jens tevreden kan stellen. Maar kijk, uiteindelijk, het verschil tussen micro en macro zegt het deels al. Micro is echt op het individu gericht en macro is meer geaggregeerd niveau. En dit zegt misschien nog niet heel veel, maar wat je kunt voorstellen bij micro-vraagstukken is, jullie moeten nu gaan kiezen welke studie jullie gaan doen. En dit is een keuze van een individu. En je kunt ervoor kiezen om deze studie aan de UvA te gaan doen. Maar als je een andere studie gaat doen, dan kun je niet ook tegelijkertijd hier gaan studeren. Dus het gaat echt over schaarse, hoe verdeel je je schaarse tijd over verschillende mogelijkheden. Dus als ik ervoor kies om bij de UvA te gaan studeren, kun je niet tegelijkertijd in Rotterdam gaan studeren. Want daar heb je gewoon geen tijd voor. Dus echt beslissingen van individuen. Macro-economie gaat dus echt wat meer in op vraagstukken van landen bijvoorbeeld. Denk daarbij aan wat is belangrijk of wat beïnvloedt economische groei van landen. Maar ook als je denkt over waarom hebben we een Europese monetaire unie of wat zijn de consequenties daarvan of wat zijn de voordelen daarvan. Dus dat is echt wat meer op geaggregeerd niveau. Dus echt gewoon micro-individuen, macro, echt gewoon wat meer op alle individuen samen en gewoon wat beïnvloedt dan groei of waarom is de economische monetaire unie belangrijk, wat zijn de consequenties van de EU, dit wat meer gewoon al geaggregeerde vraagstukken. Oké, dankjewel. Even kijken, Bo Slot die vraagt, als je veel interesse hebt naar economie, maar je haalt er geen zevens voor, is dat dan alsnog een goede studie? Ja, dat hangt er natuurlijk van af. Bij elke studie, maar zeker ook bij economie, is het belangrijk dat je het heel erg leuk vindt. En als je nu geen hoge cijfers haalt voor economie, kan het liggen aan dat je misschien niet zo leuk vindt en niet zoveel tijd aan wil besteden. Dan is dit misschien geen goede studie. Als je het wel heel erg leuk vindt, maar je haalt nog geen zevens, ja, oké, prima. Dan
kun je prima economie gaan studeren. Dus dat hangt dus heel erg af van je motivatie. Even kijken. Een vraag over de minor. Even kijken. Kan je ook een minor in het buitenland volgen? Paula, zou jij daar iets over willen vertellen? Ja. Hoi allemaal. En leuk dat jullie er zijn en dat ik er ook bij kan zijn als studieadviseur. Het is dus zo dat je in het, wat Silvia ook al tijdens de presentatie vertelde, dat je in het eerste semester van jaar 3 heb je echt de ruimte om te kiezen. En als je op exchange gaat, zeg maar, dan volg je eigenlijk in de regel losse keuzevakken. Maar het is een beetje afhankelijk van de partneruniversiteit of die misschien ook een soort van minor hebben, zeg maar, die je zou kunnen volgen, maar meestal eigenlijk in de regel volg je losse keuzevakken en dan kun je zelf vakken kiezen. Je kunt natuurlijk wel vakken kiezen die gerelateerd zijn aan je interesses, zeg maar. Dus dat maakt het wel echt heel mooi. Oké, dankjewel. Een vraag die vaker krijg: wat is het verschil tussen deze studie op de UvA en op andere universiteiten? Sylvia, zou je daar een antwoord op willen geven? Ja, nou ja, kijk, ik laat het proberen. Kijk, uiteindelijk, economie en bedrijfseconomie is grotendeels gelijk op alle universiteiten, omdat je gewoon een bepaalde basis aan vakken moet krijgen. Je moet gewoon micro-macro krijgen, je moet wiskunde statistiek krijgen en je moet bedrijfseconomie krijgen. Dus in termen van vakken zal er niet heel veel verschil zitten. Natuurlijk zijn er wel kleine verschillen, maar dit is echt niet het grootste verschil. Omdat de basis hetzelfde moet zijn, omdat je uiteindelijk allemaal opleiden voor hetzelfde soort vakgebied. Waar we misschien onderscheiden, nou, misschien twee punten die ik kan aankaarten. Dan in het eerste jaar hebben we eigenlijk al meteen in het eerste semester dat je een vak hebt waar je gastcolleges krijgt, waar je gewoon breed de beginselen van economie krijgt. En waar je dus ook al essays gaat schrijven. Dat is niet op alle universiteiten het geval. En het andere voordeel en misschien verschil is gelinkt aan het derde jaar. Waar we echt gewoon een volledig semester hebben vrijgemaakt waarin je een keuze kunt maken. Dus, en dat je zelf kunt inrichten zoals je wilt. Dus dat semester dat kun je gewoon zo invullen als dat je wilt. Natuurlijk wel met academische vakken, maar het is best breed wat je binnen dat semester kunt doen. En dat is ook niet lang op alle universiteiten, dat je gewoon die ruimte krijgt om zelf je interesses te volgen. Dus dat zijn de grootste verschillen. Oké, dankjewel. Even kijken. Nou ja, het is eigenlijk een beetje een vraag. Als je kennis wil opdoen over eigen bedrijf opzetten, zouden jullie bedrijfskunde of bedrijfseconomie adviseren? Dus eigenlijk een beetje van ja, verschil tussen bedrijfskunde en economie en bedrijfseconomie. Zou je daar ook een antwoord op kunnen geven, Sylvia? Ja, kijk, ik denk dat uiteindelijk dus een eigen bedrijf opzetten, dat betekent gewoon uiteindelijk dat je heel veel eigen werk moet doen. Maar dat je gewoon een goede basis moet hebben. En of dat nou in economie of bedrijfskunde is, denk ik niet dat het heel veel uitmaakt. Kijk, ik weet dat er dus ook een, we bieden als universiteit ook een minor aan. Dus je zou best wel die minor ook binnen bedrijfseconomie kunnen volgen. Ik denk dat het belangrijker is dat je voor jezelf bepaalt wat je belangrijker vindt. Dat je een brede basis hebt. Of dat je een wat meer toegepaste economische analytische basis hebt. En dat zal uiteindelijk het verschil maken. Maar misschien wil Jurgen er nog iets over zeggen. Want die had het al over een eigen bedrijf opstarten. Dus misschien kan hij daar nog iets op toelichten? Ja, ik heb zelf natuurlijk geen bedrijfskunde gehad. Maar ik heb wel het gevoel dat je wel redelijk wat leert van inderdaad hoe je bepaalde dingen moet aanpakken. En ook sommige professoren hebben hun eigen bedrijf bijvoorbeeld. Dus die vertellen ook gewoon hun eigen verhaal. En ja, als je geïnteresseerd erin bent, kan je ze ook gewoon in de pauze bijvoorbeeld over spreken. Vragen stellen. Gewoon, er zijn heel veel mensen met heel veel ervaring die je ermee verder kunnen helpen. Oké, dankjewel voor al twee jullie antwoord. Even kijken hoor. Raden jullie deze studie aan als je Engels lastig vindt? Ja, dat heeft Sarah natuurlijk al iets over gezegd, dat je daar wel echt aan moet wennen. Dus ja, je zal toch echt zelf een beetje
ja, het zelf een eigen afweging te maken. En wellicht ook gewoon andere universiteiten moeten bezoeken waar de studie in puur Nederlands wordt aangeboden. In principe zou het dus geen onoverkoppelijk obstakel moeten zijn. Omdat eigenlijk heel veel economische literatuur, en Sylvia corrigeert me wel als ik het mis heb, maar die is gewoon in het Engels. Het is een internationale discipline. Dus ja, als ik veel studenten spreek die van een Nederlands werkcollege terugkomen, zeggen ze soms nog wel eens dat het even lastig is, omdat ze steeds moet schakelen tussen de Nederlandse en de Engelse termen. En dan heb je geen last van als je gewoon een Engelse, puur Engelse studie doet. Dus je boeken zijn in het Engels, heel veel materiaal is in het Engels. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ja, uiteraard. Want ik ben het helemaal met je eens. Dat is gelukkig. Helemaal... Maar ook gewoon, yes. Maar misschien ook gewoon meer vanuit het bedrijfsleven en vanuit de master. Veel masteropleidingen, zelfs binnen Nederland, zijn ook Engelstalig. En ook binnen het bedrijfsleven, zeker de grote bedrijven, hebben vaak heel veel contacten met echt gewoon andere landen. Dus we hebben contacten ook met consultants. En dan praten we en dan zeggen ze, ja, nee, dat Engels, dat is wel iets wat heel belangrijk is. Omdat het gewoon uiteindelijk een hele internationale werkomgeving is. Dus het is misschien afhankelijk van waar je wilt gaan werken. Maar misschien is het helemaal niet zo erg om al vroeg aan een Engelstalige opleiding te wennen. Omdat inderdaad, zoals Alain al zei, de literatuur is sowieso al in het Engels. Maar ook gewoon omdat het later waarschijnlijk moet je toch die overschakeling maken naar Engelstalige master dan wel in het bedrijfsleven. Oké, dankjewel voor deze toevoeging. Ja, Joost Berg heeft een hele specifieke vraag. Is de balans, liquiditeitsbegroting en verlies- en winstrekening iets dat vaak terugkomt in de studie? Ja, ik vind hem zo leuk, die vraag. Sylvia, zou je daar iets over kunnen zeggen? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het heel lang geleden is dat ik daar iets over heb gezien. Maar kijk, dit is iets wat bij als je daarin geïnteresseerd bent, dan past dit denk ik binnen gewoon de specialisatie accounting en control. Dus daar gaat het echt over hoe je de juiste informatie krijgt, hoe je ervoor zorgt dat dit juist in de boeken komt en dat overzichtelijk transparant is en welke regels je daarbij moet aanhouden. Dus het komt terug in de vorm van vakken van accountancy binnen de opleiding. Maar als je echt gewoon het helemaal geweldig vindt, dan is misschien accounting en control, daar komt het wel vaker naar voren. Maar binnen de studie komt het dus voornamelijk echt in wat vakken die gelinkt zijn aan accounting en control. En minder bij alle andere vakken. Maar dat is meer de afwegen. Dus het is gewoon een onderdeel dat belangrijk is bij accounting en control. Dus je zult er wel iets van terugkrijgen in je studie. En als je het helemaal geweldig vindt, dan kun je ervoor kiezen om daar nog verder in te specialiseren door accounting en control te gaan studeren. De specialisatie te doen. Oké, dankjewel. Angelica die vraagt, heb je veel achterstand als je geen bedrijfseconomie gehad hebt op de middelbare school? Ik denk dat dat wel meevalt. Je krijgt natuurlijk een hele economische studie. En je wordt van, ze beginnen bij het begin, dus ze beginnen niet aan het eind. Dus je hoeft niet een voorbereiding te hebben op de middelbare school voor deze studie. Dus het antwoord is nee, is niet nodig. Er is nog een vraag van Michael Tol. Is het goed te combineren met topsport? Een hele specifieke vraag. Ik kan er wel even kort op ingaan. We hebben toch even de tijd. Ja, je kan zeker dit combineren met topsport. De UvA heeft een topsportregeling. Wat je dan moet doen is even contact opnemen met de studieadviseurs voor een planning. Zodat we goed kunnen kijken of de studie in te passen is in jouw schema. Nou, we kunnen bijvoorbeeld kijken hoe het zit met bijvoorbeeld werkgroepen. Dat je in een andere werkgroep zit die combineren is met je trainingen. Dat soort dingen. Dus voor topsporters hebben we dit soort regelingen. Even kijken. Angelica, raden jullie deze studie aan als je wel wiskunde B hebt, maar veel moeite hebt met visuele deel van de wiskunde? Goniometrie, grafieken, et cetera. Sylvia, zou je daar iets over kunnen zeggen? Ja, dus ik denk dat dat deel van wiskunde gewoon iets minder
centraal staat binnen economie. Dus het deel dat we bij economie met name gebruiken zijn differentiëren, vergelijkingen oplossen, systemen van vergelijkingen oplossen. En we gebruiken wel grafieken, maar grafieken zijn voornamelijk worden bij ons gebruikt om dingen visueel te maken, maar niet in de zin dat het echt gewoon, zoals het bij wiskunde B het geval is. Het is meer gewoon om te laten zien, nou ja, wat er gebeurt in evenwicht als bijvoorbeeld de vraagcurve verschuift. Dus het is niet dat het op dezelfde manier is zoals bij wiskunde B. Dus het gedeelte van wiskunde B die we gebruiken zijn voornamelijk differentiëren en daarna gaan we verder met integreren. Maar dus het echt wat meer gewoon het wiskundig oplossen van modellen onder restricties, dat is wat je moet voorstellen bij wiskunde binnen economie. Oké, dankjewel. Floor die vraagt, kun je bij deze bachelor nog extra vakken volgen of combineren met nog een andere bachelor? Jazeker kun je extra vakken volgen. Het is wel handig om dat even te bespreken met de studieadviseur. Ja, ik zit hier toch als studieadviseur. Want we zien vaak wel dat je soms prioriteit moet geven aan de bachelor waar je op dat moment een binnenstudieadvies bijvoorbeeld hebt. Als je extra dingen wilt doen, neem gewoon contact met ons op. Hoe digitaal is de studie- en de lesmethode die gebruikt wordt, vraagt Angelica. Dat is een hele actuele vraag, omdat nu alles digitaal is. Kan je daar iets over zeggen, Sylvia? Hoe denk je dat dat volgend jaar eruit gaat zien? Ja, dus het is natuurlijk allemaal een beetje koffiedik kijken wat er volgend jaar allemaal gaat gebeuren en hoe dat gaat veranderen. Wat ik denk dat we hebben geleerd, omdat we nu gewoon echt helemaal digitaal moesten gaan, is dat we bepaalde dingen zouden willen behouden. Maar dat we ook heel graag, zodra dit mogelijk is en veilig is, terug willen naar de campus. En daarbij gaan we wel een groot onderscheid maken tussen misschien wat we in het verleden hadden, echt die hele grootschalige colleges. Dat wordt misschien wel een stuk minder, omdat dat deels vervangen kan worden door digitale methoden. Maar echt gewoon de wat kleinere groepen waar je gewoon aan de slag gaat met opdrachten. Dat zouden we heel graag weer snel on campus willen hebben. Dus we hebben gewoon, omdat we nu door alles hebben moeten schakelen, hebben we wel wat ervaring opgedaan. Dus inderdaad met echt dingen digitaal maken. En daarvan zullen we ook echt wel dingen gaan behouden, omdat we zien dat dit gewoon echt wel verbetering is. Maar we willen ook wel heel graag snel weer terug naar de campus. En wanneer dat is, is het natuurlijk lastig om te beoordelen. Maar zodra we dat mogen, dan zullen we daar wel willen inzetten. Om in ieder geval de kleine, dus echt de wat meer tutorial-achtige en werkgroep-achtige dingen dan naar campus te halen. Dus, maar verder, wat digitaal, dus ook binnen de vakken, dus misschien ietsje verder. We hebben gewoon bepaalde vakken die gebruik maken van boeken waar een hele digitale omgeving aan verbonden is, waar je dan vraagstukken kunt doen, dus waar je vragen kunt beantwoorden, waar je kunt oefenen met verschillende vraagstukken. Dus daar wordt dat is er op zich wel. En verder zijn er gewoon de wat meer traditionele methoden waarbij je gewoon een boek moet bestuderen. En voor dit jaar tenminste, in het eerste jaar was het ook dat die best wel de focus hadden gekregen van dat ze wel een beetje naar de campus konden. Want dat was natuurlijk een heel groot probleem. Maar voor een paar vakken konden ze dan naar de campus en dat scheelde ook wel. Maar het grootste deel is natuurlijk nog wel online door natuurlijk de omstandigheden. Oké, dank jullie wel. Niels die vraagt, zit er veel leeswerk vast aan deze studie? Dat is ook altijd een leuke vraag. Misschien voor studenten of ja, misschien voor Sarah. Misschien kan Sarah hier iets op zeggen. Of je veel hebt moeten lezen in de studie. Ja, toch wel. Ja, je hebt natuurlijk je boeken die je moet lezen en af en toe artikelen. Maar ik denk dat het minder is dan bij een studie als rechten of zoiets. Aha. Ja. En wat maakt het dat je minder leest dan bij rechten? Nou, wat ik daarvan heb gehoord is dat je natuurlijk al die wetboeken door moet en dat soort dingen. Ah, ja. Maar goed, ik heb natuurlijk geen rechten gestudeerd, dus ik weet het ook niet precies. Maar ja, ik vond het niet superveel, maar het hoort er wel bij natuurlijk.
Ja, ik vond zelf ook het leeswerk vind ik wel meevallen, omdat heel veel ook gewoon in de hoorcolleges wordt het heel goed uitgelegd en precies de stof die ze willen weten wordt ook in de hoorcolleges gegeven. Dus het is een soort samenvatting al van het leeswerk. Oh ja. Oké. En dan de laatste vraag. Wat is het doorstroompercentage van eerste naar tweede jaar? En klopt het dat de economie bij de VU dat percentage veel hoger ligt? Ik zeg, weet ik het niet precies, want ja, vorig jaar hadden we geen binnenstudieadvies. Dus mocht iedereen door. Dus ik weet eigenlijk niet waar dat verschil op dit moment ligt. Komt gedragseconomie vaak aan bod? Dat is ook een mooie vraag. Zal ik daar iets over zeggen? Ja. Ja, dus we hebben binnen onze docententeams hebben we best wel veel mensen die zich bezighouden met gedragseconomie. En dat is natuurlijk iets wat heel belangrijk is. We hebben natuurlijk wel dat aan het begin krijg je vrij traditionele economie vanuit gewoon theorieën die bestaan. Maar we weten natuurlijk dat sommige dingen anders zijn en dat ze afhankelijk zijn van bepaalde karakteristieken van personen. Dus dit komt zeker naar voren. Dus we hebben gewoon vakken waarin dit echt gewoon binnen de vakken ook aandacht aan besteed wordt. Maar we hebben ook dan wat meer behavioral economics keuzevakken. Dus het komt wel aan bod. Kijk, uiteindelijk krijg je gewoon een basis in economie en bedrijfseconomie. Maar binnen dan met name micro-economie komt dit aan bod. Maar ook wat breder dan als in de termen van dat je keuzevakken in die richting kunt doen. Oké, dankjewel. Nou, ik zie dat alle vragen zijn beantwoord. Het zij door onze panelleden, het zij gewoon plenair. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor jullie komst. En je heel veel succes wensen met je studiekeuze. En natuurlijk hopen we kunnen jullie nu niet zien, maar we hopen je natuurlijk echt volgend jaar op onze campus te zien. En bedankt voor jullie komst. Ja, bedankt. Ik wil jullie ook nog succes wensen met het maken van de keus. Kijk, uiteindelijk is het kies iets wat je leuk vindt. En het is geen makkelijke keus altijd, maar doe iets wat je echt gewoon leuk vindt. Dan hou je het langst vol. Succes en als je kiest voor onze studie, dan zien we jullie in september.